rijden. Hallo meiden, wat gaan jullie doen? Rijden. Peppen. Peppen en Pippi. Ja. Kom eens wat dichter bij elkaar staan. En wie ben jij mevrouw? Tatum. Tatum. En jij bent? Tessa. Oh, gelukkig. En wat gaan jullie nu als eerste doen dan? De pony zetten wij halen. Oké, nou ik zou zeggen succes. Allemaal uit. We kunnen er ook onderdoor. Nou, kijk uit, dan staat stroom op, dametjes. Dus raak het maar niet aan. Hallo jongens. Nou, pak de pony die je nodig hebt. Kijk, daar hebben we Fabienne. Ja, daar is Va. Ze staat eindelijk vooraan. Va gaat de stip halen. Ja, het staat hem niet achteraan. Gisteren stond ze helemaal daar in de buurt. Ja, zoals Pepper nu. Nou, maar dan moet ze. Daar gaat Tatumpje. Ja, en daar haal ik de pony wel tegen zo. Dan doe ik het hek open en dicht. Gaat je lekker mee op pony kan? Poetsen. Ja, schat. Ja. Oké, mevrouw Karianne, u moet stoppen met uw telefoon. U moet eventjes hier de ponies opzij gaan doen. Dan doe ik het hek. En dan film ik jullie natuurlijk, hè. Dat is één. Ja, kom maar. En daar stip. Zo, en oh. Daar staat een pje. Ik denk dat hij vreedzak is. Ja, hij is ook vreedzak. Ik zei ook. Zo. Nou, dat ging wel goed. Dat ging eigenlijk heel goed. Zo, vader heeft ook spullen gepakt. Die gebruikt daar gewoon de fiets voor. En nu gaan alle meisjes de ponnetjes poetsen. Zie je wel, je kan het echt wel zelf. 1 en 2, ja. Bijna. Wacht, bijna voor nu. Ik ga je helpen, kom maar. Je was er al hoor, Tess. Laten hangen, Pepper. Nou, vader is al bijna klaar. Dat gaat wel heel snel. Ja, je bent ook 2 jaar ouder. Je bent 2 jaar ouder en je rijdt langer. Zo. Goed, dan krijgen we hier volgende. Oh, sorry, ik mag natuurlijk niet uitlachen. Maar het is wel grappig. Ga maar, je moeder is er. Kom op, Tatum, je kan het. Ja, maar dit is ook zo zwaar. Ja, hij is heel zwaar. Je zei net nog wat hij nog was. Ja, net toen ik haar moest tillen. Tadaa. Wat een brave yes. Alle dametjes zitten op hun pony. We hebben hier op een rijtje van links naar rechts Tessa, Fabienne en Tatum. Op Binky, Stippy en op Pepper. Nou dames, veel plezier. Zet de ponyclub zo. Zijn de moeders. De moeders. Karianne. Hi. Rebecca. Hi. En wij zitten hier nu op het bankje, want dat is wat moeders doen op het moment dat kindjes op een pony zitten. Oh, wat moeten wij nog meer? We mogen niks. Jawel, poep scheppen. Oh ja. En, maar voor de rest mogen we niks. Nee. En, oh, jawel, spullen aangeven. Ja. Ja. Maar we mogen niet in de bak. Nee. We mogen ook niet helpen. En we mogen ons er al helemaal niet mee bemoeien. Nee. Maar toch zitten wij hier. Want stel je voor dat er iets misgaat, dan moeten we natuurlijk wel pleisters plakken. Precies. Gaat er niet gauw iets mis? Het gaat heel erg goed zelfs. Zowel Tessa als Tatum, die hebben deze week namelijk een pony geleased. En Tatum zit op Pepper. En Tessa zit op Binky. Nou is Binky niet altijd even makkelijk, had Roos gezegd. Dus Tessa heeft wel de mogelijkheid dat als het niet goed gaat, om te ruilen. Dan mag ze op Quickie. En Quickie is de meest braafste pony van de hele meisje. Waarom heb jij een pony geleased deze week? Omdat mijn dochter mijn oren van mijn hoofd zeurde. Dat is een hele goede reden. Een hele goede reden. Ja. Omdat ik zelf een paardenmeisje ben en het heel erg leuk vind. En ja, omdat het gewoon leuk is.
ja, en verantwoordelijkheidsgevoel en dat soort dingen. Ja, die dingen kunnen we ook aanvoeren, ja. Want je moet natuurlijk elke dag naar je pony toe, je moet hem zelf zadelen. Dat is wel het eerste als vroeger, zooi kan je zadel zadelen. Ja, zooi opruimen, zadelen, precies. Alles wordt erbij. Maar eigenlijk doen we het gewoon wat we het leuk vinden. Eigenlijk wel. We zijn zelf gewoon, we verzieken ze zelf. Ja, dus eigenlijk is het eigen schuld. Maar het is maar een weekje. Vier dagen. Ja, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dus, en dan zijn de ponies weg. Ja, dan gaan ze op ponykamp, dus dan kan Tess 3 weken niet in de les. Kijk, dat krijgen we natuurlijk wel. De kindjes komen langs en hebben ze wel een mening. Ja, het is heet en kijk en oe en a. En eigenlijk gaat het wel heel goed. Dus ik ga de camera weer omdraaien en dan kunnen jullie genieten van de ponies en de hesjes. Wake up when the sun comes down and the light falls on my head. Get up, I pull the curtains back and awake my sleepy head. Last night I had a dream that I was floating on a cloud. I woke up, then I saw your face and I turned my life around. And I keep dreaming of you. Keep dreaming of you. The clouds, you'll be there to hold my hand, and our feet won't touch the ground. And I'll. De ras. Oké, er is hier 1 jongen. Dat is Pink. Er zijn er 1, 2, 3, 4, 5 meisjes. Draai je naar mij toe? Hé! Hey. Nee, het zijn 5 meisjes. Nee. Dat zei je? 2, 3. Ik zei toch ook 5? Ja, ze zijn 5. Oh. Jongens. We zitten klem. Ik wil geknuffeld worden. Dankjewel. Bink. Bink. Ja, Binky. Nee, mijn Binky. Jullie weten dat jullie nu ook op de video komen. Hoi. Nou ja. Ik heb ook een YouTube-kanaal, dus. Wat is jullie YouTube-kanaal dan? Ook een TV. Van mij Hart voor Paarden. Van Chris' Hartjes. Je hebt ook een YouTube-kanaal met Fabian. Kom. Doei. Ja, ik wil doen. Nee. Ik ga weer rijden. Oké. Kom, Bink. Ja. Mama, poep. Zo, de dametjes die hebben een uurtje gereden en nu zijn ze keurig afgestapt, staan netjes op de AC-lijn. En de kont staat naar de camera toe, dat klopt. Desalniettemin, keurig beugeltjes omhoog, singeltje wat losser en dan gaan ze de ponies meenemen. En nu zijn ze klaar en dan gaan ze de ponies lekker afspuiten. En wat gaan mijn moeders doen? Ik zal het even laten zien. Kijk, zo ziet dat eruit. Je neemt zelfs mijn spullen mee, dus dat is helemaal top. Dank u. Mooi verhaal. Zo, dametjes, wat zijn jullie nu aan het doen? Snoeven. En wat ga je zo meteen dan doen? Ook wat? Schoonmaken. En schoonmaken. Lekker afspuiten na het harde werken. Ja. Leren hoor. Nou, Bink die heeft er wel zin in, geloof ik. Pepper staat bijna te slapen. Ja, die denkt ook. Lekker. Ik vond het hartstikke leuk. En ja... Morgen mag ik weer en ik vind het hartstikke leuk. En ja, bedankt voor het kijken. Doe vooral een duimpje omhoog.
klik hierboven op het i'tje als je de video leuk vond. Als je een andere video wil zien. Ja. En doe vooral een duimpje omhoog. Dus doei!